Wat zien wij hier? Ja, Lego treinen. Eigenlijk allemaal Lego onderdeeltjes waar zeg maar, Nederlandse modellen van gebouwd zijn. Want ja, voor Lego is dat niet interessant, Nederlandse modellen bouwen. Want ja, daar zitten geen aantallen in. En wij vinden het leuk om zelf Nederlandse modellen te bouwen. Is dat niet een probleem ook? Want Lego komt uit Scandinavië, hè? Denemarken komt Lego vandaan. Ja, dus, steentjes zijn altijd prima verkrijgbaar over de hele wereld zelfs. Dus, hoe maakt u dan zo'n trein, hè? Zo'n Nederlandse, wat is een koploper dat? Ja, is een koploper. Hoe doet u dat? Ja, heel lang proberen, hè. Ik heb thuis een hele grote bakken met steentjes liggen. En steeds maar weer proberen te bouwen en weer opnieuw proberen en weer opnieuw proberen. Heb je dan foto's of filmpjes, ja, voorbeelden? Natuurlijk, je gebruikt altijd foto's, tekeningen van internet, van alles en nog wat. Begin je altijd mee voordat je met een model gaat beginnen. En je gaat eerst kijken of het model een beetje te bouwen is met Lego. Want er zijn ook Nederlandse modellen die dat lukt gewoon niet met Lego. Moet je ook niet doen dan. Maar je kan veel met Lego. Ja, je kan verschrikkelijk veel met Lego. Nou, dat kun je zelf zien. Er zijn fantastische modellen kan je inmiddels bouwen. En waarvan iedereen ook meteen ziet dat het een Nederlands model is. Het is een aparte schaal, hè? Ja, het is een hele schaal tussen alle normale schalen in. Net wat kleiner dan LGB. Maar ja, het is wel fantastisch mooi. Omdat je kan het vasthouden. En het hele grote voordeel ten opzichte van gewone modelbouw is, het kan uit elkaar. Je bent niet bang dat een steentje beschadigt. En bij een gewone trein altijd voorzichtig. Er mag geen krasje opkomen. Maar dat maakt met Lego allemaal niks uit. Die remise daar is wat mee, hè? Ja, dat is gebaseerd op station Malibaan. En het station staat hier nog niet compleet. Het is nog veel groter. En de remise die moet, daar ben ik nu nog mee bezig. Dus dat duurt nog wel een jaartje voordat die echt af is en echt mooi geworden is. Hoeveel tijd gaat er nou in zitten in dat bouwen? Ja, dat durf ik bijna niet te zeggen. Maar elke avond, elk weekend, dat kan je wel zeggen. En tijd, ik ben er toch per jaar zo 1000 uur mee bezig. Dus dat is toch wel behoorlijk. Wat vindt uw vrouw daar nou van? Oh, die vindt het prima, hoor. Ja, ja, hoor. En mijn dochter ook. Dus geen probleem. Die doet mee, of dat niet? Mijn dochter doet mee. Mijn vrouw niet. Die vindt het mooi. Als ze het kan zien. En mijn dochter die bouwt enthousiast mee. Dus, en Jochem, jij bent ook aan het spelen altijd? Ja, ik speel altijd met de treinen. Ik vind het wel leuk. Ik kan er alles mee. Als ze uit elkaar zijn, kan je ze weer makkelijk in elkaar bouwen. Dus. En je bouwt ook? Je bent ook een bouwer? Ja, ik ben ook een bouwer. Van treinen en van Lego City. Ja, ik vind het wel heel erg leuk. Wat is nou het leuke daarvan? Doe je dat nou? Zit je nou meer te bouwen dan te computeren of niet? Want jij bent een jongen van nog niet zo oud, hè, zal ik maar zeggen. Je bent misschien 12 of zo? 13. ik vind. ik vind. Achter de computer zit het af en toe wel saai, want je weet niet wat je moet doen. Maar met Lego, als je dan bijvoorbeeld een trein hebt, je kan hem dan uit elkaar halen en dan kan je weer iets anders ervan bouwen. Je kan lekker, je bent bezig met je handen. Ja, is wel leuk. En hoe bergt u dat nou allemaal op? Ja, veel in koffers. Ik denk dat van mijn Lego die ik thuis heb, is 90% is opgeborgen in dozen. En maar 10% heb ik aan losse steentjes, want anders kan ik het gewoon niet kwijt. Ja, want ik zat te denken, je moet nog heel veel Lego thuis. Hoor. Je moet wel een groot huis hebben om dat zo neer te kunnen. Ik kan thuis deze baan helemaal niet maken. Helemaal de ruimte niet voor. Dus daarom is het altijd leuk om het hier wel te doen. Ja. bent u nou ook handelaar of bent u echt hobbyist dat u laat zien wat u heeft? Vooral hobbyist, maar ik maak van alle Nederlandse modellen die ik ontwerp ook wat setjes voor de echte liefhebbers. En die kunnen dan zelfs een compleet setje bij me aanschaffen om zelf ook Nederlandse modellen op hun eigen baan te laten rijden. Dus dat vinden ze altijd heel erg leuk. Ik heb de tijd en het plezier en de handigheid erin om leuke modellen te maken. En dat betekent dat anderen daar ook weer plezier aan kunnen hebben. Kun je nou één woord uitleggen wat dat nou voor gevoel geeft, dat bouwen van zo'n trein en dat daarmee spelen? Blijf er lekker jong bij. Dat is toch het belangrijkste gevoel, vind ik. Ja, je blijft zo heerlijk bezig. En ik ben al aardig op leeftijd en toch het is nog fantastisch leuk om te doen. Echt groot plezier beleef ik eraan. Okay. Bedankt voor het interview.